en hoe oud is hij? 11. 11. En hoe noemde hij? 12. En hoe oud is hij? 9. Ah, oh, goed. Van de groep, van, hoe noemde je groep? CFC-team. Ah, goeie, goeie. Succes, hè? Ja. Tot straks. We beginnen met onze publiciteitscaravaan. En we zien dat de eerste praalwagen komt. Die rijdt een klein beetje stil, die eerste wagen. Dat is misschien de oorzaak dat het zo lang geduurd heeft. Ja. Ik dacht het wel, hè. Ik weet het niet, het kan toch wel zijn. Heeft het er zo lang geduurd, eraf, dat een stoetje voorbij komt bij Armand? Is dat Armand die er lang zit? Dat is een Nederlands-Belgisch onderrondje, dames en heren, carnavalisten. Die hier dus leuk en fijn en gezellig de stoet openen. Dankjewel, hè. Dat is een broederschap tussen Lubbe en Hasselt. Dat moeten we zo even te vertellen. Ja. De publiciteitscaravaan, dat zijn mensen, zei dat, die alles aan u gaan voorstellen. En alles, als jullie misschien eens wilt hebben en contacteren, dan hebben die mensen misschien nog wat flyertjes en dergelijke en snoep, waar hun adres op staat, heb je een nieuwe badkamer nodig of zoiets, of dergelijke. Hopelijk zijn jullie dan bereid om ook die mensen een klein beetje te helpen en die ook nu een product gaan voorstellen. De publiciteitscaravaan van deze 41ste carnavalstoet in organisatie van de Salamridders met hun sympathieke voorzitter Timmy en natuurlijk onze hooglustigheid om waarvan we ongeduldig op wachten als laatste praalwagen die gaat voorbij komen. Peters, oude metalen, waarom ze haalt, dat weet ik niet, maar hij is in de publiciteitscaravaan. Bedanken bij de firma Peters, oude metalen. En dat is uiteraard het ophalen van metalen. Dus bel maar even naar die mensen, schrijf een telefoonnummer op. En dan komen ze wel even bij je aankloppen. Dat is de bedoeling natuurlijk. Bedankt jongens, en laat ze maar eens vliegen, dat is nog goed. Ja, wij wachten ongeduldig hier aan ons erepodium om dat op te rapen. En binnen 14 dagen voor de open haard dan ze allemaal opteten. Die ze ook hebben ingeschreven in deze publiciteitscaravaan. We gaan naar de Europalaan met de firma Klaas. Dat is valt, daar kun je niet langs kijken natuurlijk. Firma Kloes. Werken HD. Ze komen aangesloten, zou ik maar zeggen, of afgereden. Dankjewel. Bij deze een klein beetje doorgaan, jongens. Dankjewel. Kunnen niet opjagen, maar we hebben nog andere verplichtingen, hè, burgemeester? Schopsmachine. Verkoper hier en service van Sops, bedankt jongens. Het verhuis, alles wat je maar wilt. Bij Sisters even bellen en dat gebeurt dat zonder problemen. De oranje bolides komen met heel veel plezier aan jullie huiskamer of aan je huisje even langs. Oranje boven. Prins Carnaval zit erin, geloof ik, zonder steek. Met een mooie witte blauwe steek op de wagen. Prachtig. Een chique carnavalwagen, dames en heren. Daar, we gaan kijken naar onze Miloband. We gaan naar Mol Milligan. En zij bestaan al 19 jaar, gesticht in 2003. We hebben ze al kunnen aanschouwen in de stoet en geel. Uit de schoot van de Koninklijke Harmonie zijn ze eigenlijk ontstaan. En dat is Sint Odrada uiteraard. Dirigent is Daroni, als ik me niet vergis. Maar dit is de Miloband, drumband uit Mol Milligan. En wij heten ze hier natuurlijk in Heuze Zolder. Hartelijk welkom, bedankt muzikanten. Moet even dus opletten, dames en heren, wij doen deze carnavalstoet in omgekeerde richting. We gaan van 34 tot nummer 1. Dat is om de mensen te leren tellen. Degene die niet kunnen onthouden, dat is gemakkelijker. Andersom dan. Dan weten jullie nog hoeveel groepen er komen, dames en heren, bij deze. We gaan met deze groepen, ze bestaan al 5 jaar. En dit is de laatste keer dat zij de naam gaan dragen. De toog is van ons, want ze gaan van naam veranderen. Klein beetje samengevormd, ze gaan richting Alke. Het thema is een sprookje natuurlijk. Voorzitter is Dylan. Plus minus 13 personen en op 22 oktober hebben ze een bal. Volgend jaar gaan ze mee als de toehangers
Bij Alke, dus bij deze een dikke merci aan de togers van ons, ofwel de toegangers in Alke. Dankjewel, Witte Geinse Carnavalgarde. De muziek wordt afgezet. Natuurlijk kunnen wij wat zij vertellen over deze mensen. Het thema is hartentroef. Ja, ze dragen het hart op de goede plaats, dat weten we ook, dames en heren. Ze zijn van Betekom afkomstig. Dat is Brabant uiteraard. Plus minus zo'n 20 personen elke keer erbij. Frederik, dikke voorzitter en dikke proficiat zou ik zeggen. Ze hebben een bal binnenkort weer op 8 oktober in Betekom. En dit is hun laatste stoet wat ze doen dit jaar. Ze doen er zo'n 15. Maar dit is voor hun de apotheose. Dikke merci. Dit is de Bittegeinse Carnavalgarde. En met de Bittegeinse Carnavalgarden uit Betekom zaten we in Brabant en van Brabant verhuizen naar Limburg is maar één klein momentje in een carnavalsstoet, dames en we gaan naar Heers. Zij bestaan volgend jaar, ja ja, 1x11, ze gaan 1x11 vieren volgend jaar, ze zijn gesticht in 2012. Evelijn, Diana is nog altijd de voorzitter, dat was de tijd van de matrozen, de tijd van de piraten, maar dit jaar is dat Dios de los Muertos hun thema. En bij deze bedanken en een dikke merci uit de eerste Carnavalvereniging de Goudklompjes. Voilà, de Goudklompjes, dikke merci en nu terug naar Heers. Volgend jaar 1x11, dus dat is dik feest voor volgend jaar, ja ja ja. Heers weer terug naar Brabant. We gaan naar de suikerzoete stad. En als ik het heb over de suikerzoete stad, dan is uiteraard dames en heren, het lekkere suiker van Tiene. Bekend van een slagerfestival, uiteraard zeer bekend dat in de manege in Tiene. En die hebben dit jaar een Venetiaanse vrucht meegebracht. De Venetiaanse vrucht weliswaar met een Amerikaans tintje. Ja, ja, prins Luc, prinses Mia en dat is jeugdprins Bram en jeugdprinses Snoren. Dat zijn de mensen op deze wagen. En niet vergeten, keizer Eddy en keizer Femke. Plus minus 30 personen zijn erbij. En even aandacht besteden aan die plussen beestjes. Zijn lieve beestjes, maar Kevin en Anja, je moet die kapot zweten, zou ik zeggen. Hé, Iben! Hé, Moetje! Hé, Iben! Hé, Moetje! Ah, merci, man! Bedankt, Iben! Richting Sint-Truiden en opnieuw, want daar zijn onze campingvrienden. Eigenlijk ontstaan in Zonhoven, dat mag wel eens gezegd worden. In Zonhoven op een camping zijn ze ontstaan en ze hebben besloten om daar een carnavalvereniging van te maken. Voorzitter, dat is onze Christophe en dikke de vierde man. We kennen ze nog van Mickey en Minnie toen in de tijd, de Minnie en Mickey Mouse natuurlijk. En dit jaar is hun thema hemel en hel, engelen en de duivel. En dat zie je wel aan de prachtige praalwagen. Eerst de hel en dan de hemel, dames en heren. Ze bestaan 12 jaar in het Limburgse carnaval. Dikke merci, dit is carnavalbeweging, de campingvrienden uit Sint-Truiden. En we hopen dat de volgende keer terug op deze mooie zee. Dankjewel jongens en veel plezier nog in onze zolder. Blijf nog even hangen in ons mooi en gezellig leuk dorpje.
Zojuist in Sint-Truiden gaan we van Sint-Truiden richting Hasselt. Bekend van een lichtstoet die ze jaarlijks organiseert op de Van Neuwijken. Keizerin Keizerpa Petra en Danny zijn eigenlijk ontstaan uit een voetbalsupportersclub in de tijd van de weken. Ze hebben meegebracht prinses Jennifer en hun online gekozen jeugdprins Sander. De vereniging zelf is opgericht in 1982 en ze bestaan dus, ja, als ik goed kan tellen, 40 jaar, dames en heren. Hier zijn carnavalvereniging de Beekmannetjes uit Hasselt. Daar gaan we naartoe met deze groep. Ze zetten zich elk jaar in voor het goede doel. Dat is altijd positief natuurlijk dat ze dat willen doen. Ze bestaan ook al 5 jaar. 5 jaar bestaan ze in het carnaval gebeuren. En we weten nog de vroegere wagens. Dat was Paw Patrol. En uiteraard ook de Minions wat ze toen maakten. Geert is nog altijd de sympathieke voorzitter. Al 5 jaar voor eens daar hard te werken. Kinderprins van België, Jente van 2020 is daar mee aanwezig, dames en heren. En jeugdprins Liana. En ze hebben uiteraard een prachtige praalwagen meegebracht met de nodige uiteraard tekenfilmpjes opzij van deze prachtige grote truck. En ik moet u dan niet vertellen dat dit beestje uit Kaas komt, de camion of de kaaskamion. Dames en heren, leuk en dikke proficiat uit Houtvenne. En nu ga je het horen, nu ga je het horen. Het is VZW de Kindervriendjes! Deze, die was geweldig en het was een heel goed weer en tot volgend jaar. Dankjewel jongens en kijk, prachtige tekenfilms van onze kinderen tijdens onze stoet. Geweldig, dankjewel kindervriendjes. Vijf jaar. Ze hebben prins Seppe en de hoofddame Kathleen meegebracht en nog een andere hooglustigheden die op deze prachtige praalwagen staan. De Fan Europa, dat is een plezier, is erbij. En wij zeggen het een dikke proficiat ook aan Luc van der Branden. Luc proficiat als voorzitter natuurlijk van dit prachtige groep. Zeer mooie wagen naar hier gebracht. En we kennen ze natuurlijk van een bals die ze organiseren met veel Duitse groepen. Of niet soms, ja ja. Dames en heren, dikke proficiat voor deze groep hier. Dit zijn de Gildegarden uit Glambeek. Ze doen zo'n 10 stoeten per jaar. Ze bestaan al 7 jaar in het Limburgse carnaval. En schijnbaar is hun thema corona. De voorzitter is onze Nico. En prins Nico, de eerste is dat en nu prinses Diana staat op deze wagen. En ongeveer zo'n 15-tal mensen zijn bij deze vereniging aangesloten. En ik zie dat de prins nu het niet zo warm heeft dan gelijk vorige week bij deze dames en heren. Prins, je ziet er nu goed uit zou ik zeggen. Dit zijn de Boeddha's uit Alken. We gaan naar Leuven! Of Leuven! Ze bestaan al plus minus 15 jaar in het carnaval, dames en heren. Hun thema is dit jaar matrozen. En Cindy, dikke proficiat meisje als keizerin. Nog altijd deze roep maar klaar krijgen en gemotiveerd naar hier komen. Uit Leuven, dit is carnaval. Die 12 in groot ballen, de 4-12 hebben ze hier in Heusden. Een grote verkiezing, dames en heren. Leuk dat ze erbij mogen zijn, ze komen uit Houthalen Oost. Maar wat wel het leukste is, daar staat boven onze Alexandro, onze prins van België. Hier aanwezig in Heusden Zolder met zijn carnavalvereniging, de Schuimers van Houthalen Oost. Schuimers, welkom in Heusden Zolder en bedanken. Annie, de
mensen, dikke merci. En laat ze maar komen. Plusminus 15 personen, en gozer in een spiekeldakje. En hier zijn in hun zolder met een dikke machine natuurlijk ook aan de lustige doorzetters. Bedankt voor de komst hier. Dankjewel doorzetters. Dankjewel de jeugd, dat zit positief in. Ja, dat betekent van alles voor volgend jaar en de toekomst. Jaarlijks worden hier in Heuze zolder de Limburgse prinsenparen en jeugdprinsenparen verkozen. Altijd in Heuze zolder gaat dat door. Wel, we hebben ze hier een klein beetje op deze praalwagen staan. Hier staat voor ons dames en de prinses van Limburg. Chantal de eerste, ja. En dan zijn de prins van Limburg dan in de eerste. En dat is uiteraard heel leuk dat jullie erbij zijn, jongens. Jeugdprins Kanjouw is er ook bij. En dit is een vereniging uit Diepenbeek met een oude, lekker gezellige boot, zeggen ze tegen ons. Ze bestaan al 5 jaar en vieren graag carnaval. En ze zijn ook uiteraard heel wat stoeten die ze meedoen. Uit Diepenbeek zijn ze afkomstig met Chantal de prinses als voorzitter. Hier zijn de mooiste lepjes uit Diepenbeek. Hey, een dikke merci dat je vandaag hier mag te zijn. Hebben het meer mee. Het is een zeer mooie dag. Lekker warm, vol volk. En ik zou zeggen, alof, alof, alof. Dankjewel prins van Limburg, dankjewel mooiste lepjes. En jullie uiteraard groot feest op 5 juni als Diepenbeek carnaval is natuurlijk. Ja. Ze bestaan al 2 jaar. Deze vereniging heeft thema's vogelverschrikkers en het bos. Dat valt al een klein beetje op. Ze hebben nog geen festiviteiten die ze organiseren. Gelijk een bal of dergelijke. Ze hebben gewoon het corona een klein beetje afgewacht. Maar volgend jaar zijn ze wel alles van plan. Plus minus 30 personen hebben ze meegebracht naar Heuze zolder. En ik zeg het nogmaals, Roberto Lamella. Hartstikke bedankt Roberto. En bedankt aan de Kamse Lolbroeken. Bedankt Kamse Lolbroeken en doe ze route in kamp. Het thema is casino. Ze hebben de Zwitserse chalet omgebouwd als een leuke casino. Muziek. Dankjewel. Voorzitter is Erika. En plus minus 25 personen zijn hier aanwezig. We staan nog maar een jaar. Het is een kerstverse groep. 7 oktober hebben ze een bal in Waanrode. En ze hebben de kandidaat Saartje meegebracht. Prinses van Limburg. Ze hebben Lara meegebracht. Jeugdprinses van Limburg. En niet te vergeten dat ook Sam erbij is. Onze Sam met name kandidaat jeugdprins van Vlaams-Brabant. En dit zijn uit Ransberg dan, dames en heren. De Dreamcatchers. Proficiat, dankjewel. Nico, laat me komen. Ja. Dreamcatchers, Woudhuis in Ransberg en bedankt. Spalbeek, een nieuwe Hasselse groep zou ik maar zeggen, uit Groot Hasselt weliswaar een nieuwe vereniging. Ze waren dit jaar ook bij de Hasselse carnavalstoot en hun sympathieke voorzitter is Petra. Ze bestaan nu al 3 jaar, dames en heren, en ze hebben heel wat prinselijke hoogleden meegebracht. Prinses Deborah, ja, daar is ze bij. En haar hoofddame Celine, dat zijn de hooglustigheden van deze sympathieke vereniging uit Spalbeek. Op 18 november hebben ze me laten vertellen dat ze gaan bal geven in de Vika. Als ze niet waren, zou ik Petra gelogen, maar Petra ligt niet tegen mij, dat weet ik, dames en heren. Ze zijn een Spalbeek en nu ga je het horen. Dit is de Bek op de Bek, hey! Yeah.
dat je mij even een microfoon wilt geven. Deze sympathieke damesgroep uit Sint-Truiden. Want eigenlijk is dat de bijnaam voor de dames die. En dame uit Sint-Truiden, zo moet ik het zeggen. Met uiteraard Tamara, dikke proficiat meisje, je bent er weer bij. Al 6 jaar actief in het Limburgse carnaval. Ik weet nog die prachtige wagen van Frozen die ze nog bij hadden. En hun thema dit jaar is Robin Hood. Plus minus 30 personen die willen carnaval vieren. En wat is nu eigenlijk de betekenis van een dame uit Sint-Truiden? Wel, een dame uit Sint-Truiden, ze zeggen wij tegen een truinier, zeggen ze een truinier. Maar tegen een vrouwke zeggen ze truinoske. En wel, dit zijn de truinoskes uit Sint-Truiden! Ze volgen de mensen van Heusen Zonder. Bezien, bedankt voor het fantastische weer. En hopelijk tot volgend jaar. Hè. Dankjewel, David. Geef maar gas, jongen. Jij hebt deze leuk. Dat is maar een woordje, hè. Gezet. Een nieuwe groep uit Hasselt, een jonge groep uit Hasselt, ze bestaan al 4 jaar eigenlijk, maar ze zijn allemaal jonge kerels, ze zijn bezig met aan die wagen allemaal te verfraaien. Ja, ik denk dat Cedric de voorzitter van zijn pa het carnaval heeft meegekregen, want zijn pa was ooit prins carnaval van Hasselt. Juri is de man op de tracteur, die kunnen we niet missen natuurlijk, uit Hasselt. En een dolle, gekke en jeutige bende, dit is carnaval vereniging de Bratsers. Oké jongens, alles geen wat zijn en Lommel is bekend dat ballen van zijn grote praalwagens, dat weten we. Die bouwen zo grote wagens als Abel toen niet uit een hal kunnen, dames en heren. Dat is uiteraard zo. En we zijn heel blij dat we deze mensen van Lommel hier mogen welkom heten. Ze hebben ook de keuze gehad, ze hadden dit jaar in Lommel zelf nog de prins carnaval Stefan op hun wagen staan. Want die heeft zich een klein beetje dan uiteraard zich laten tonen aan zijn publiek in Lommel. En van die 17 Lommelse verenigingen zijn zij hier van hier afgezakt. We zeggen een dikke merci aan die dames en die heren. En ze werken hard voor om naar Heusen Zolder te komen. En dan moeten we even vlug even kijken. Zo zit het. Jongens uit Lommel. Dit is los. Ze zijn jullie unicos. Daar komen ze. Dankjewel. Ze hebben een steek gemaakt voor hun carnavalwagen. De prinsensteek hebben ze gemaakt. Voor zijn peer, grote brogel. Dat moet ik niet eigenlijk zeggen, want dat doet er niet toe. Ze vieren carnaval. Prins Eddy de Eerste. Daar staat hem rond en gezond. Zie je daar staan, dames en heren. Is Chriske, Imke, jeugdprinses. En een bal hebben ze op 2 december, heb ik me laten vertellen. Gie, wat is Gie? Je ziet er nog altijd even en nog altijd mooi uit, dames en heren. Zou ik maar zeggen. Ze bestaan al 6 jaar uit Peer. En hier in Heusen Zolder. Hier zijn de Breugelmannekes. Altijd een mooi piekwoord als geschenk van deze heren. Onze Peter is erbij, vriend. Hier vooraan zien we Peter, dat Peter. En ze bestaan al sinds 2003. En dat is 19 jaar, dames en heren, dat ze bestaan. Dat is micro nummer 4 al. Ja, dan ze genoeg micro's hebben ze daar, hoor. Dus hier zijn die personen en ze komen uit de steek van Hasselt. En we zeggen wel West-Limburg. Maar ze vieren al carnaval van de bovenste plank. Dus bij deze mag ik zeggen, dit zijn de Kasteelfeesters! Ja, de Paul. Bedankt. We zullen een carnavalwereld. We hebben een feestje gebouwd. Schoon weer. Veel volk, veel soep kunnen gooien. Veel plezier kunnen maken. Meer moet het niet zijn. We zeggen bedankt voor het standrijden van Proficiat. Bedankt en tot volgend jaar. Dankjewel Peter, sympathieke voorzitter van de Kasteelfeesters. Dat veel plezier in Heusen Zolder. Wat is het? 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 Wat is het?
inderdaad wat we hier gaan doen met carnavalwagens. Ze bestaan al 27 jaar. Stefan, dat is de voorzitter vooraan. Daar loopt hij de vierde keel met zo'n groep natuurlijk. En Prins Daniel is erbij samen met zijn adjudant Bart. Ze doen zo'n 12 stoeten per jaar ongeveer. En ze hebben een bal in de Kardijk binnenkort op 16, 12. En ja, volgend jaar met een nieuwe zelfgebouwde wagen. Met veel plezier, dankjewel. Namens de Slamridders een hechte familie zou ik zeggen. Dit zijn de lustige bierdrinkers uit Paal. Dankjewel, Paul. We hebben weer zo'n idool, zoals oudjaars. Dankjewel, Slamridders. De zon zat het meer, het weer zat het meer, alles mee vandaag. Ook bedankt aan de zondagen. Dankjewel, Oepata. Met ganse beren gooien ze hier in de dames en heren. Ziet dat eens aan, zijn de ganse... Wie zegt tegen mij ook nog keer? Ah, dat weet ik niet, maar ja. We gaan randje Brabant-Limburg. En ofwel is dat carnaval, ofwel gaan we naar Sint-Amandina. Nee, we gaan carnaval vieren met een vereniging. Ja, ja, al 49 jaar bestaan ze in het carnaval. Volgend jaar is dat 50 jaar. Dan gaan we ze de koninklijke mogen heten. Ik weet niet of Lucien dat even gaat doen of elke dat gaat aandragen. Met prins Willy de Eerste, prinses Patricia, jeugdkeizer Willy, jeugdprinses Silke de Eerste, eredames Monique en Wendy, keizerpaar Staf en Odette. Ze zitten er allemaal op. 49 jaar hooglustigheden, lang aan de stukken. De Nar is er ook nog bij. En bij deze regelmatig hier aanwezig in Heusenzolder willen ze niet missen. Dit zijn de Jippies uit Schakkenbroek! Elke proficiat en Lucien proficiat! Ga even op mijn zak kaffen. Ze roepen uit Hoesel, dit is dames en heren de 41ste praalstoet hier in Heusenzolder. En deze groep gaat al 22 jaar mee in Heusenzolder. 2x11, al 22 jaar komt Camille met zijn grote bende hier richting Heusenzolder. Ze bestaan zelf al 24 jaar. En zijn dochter prinses Heidi, dat is de prinses. Zijn kleindochter Ilana, die is dan zijn jeugdprinses. Ze hebben een groot bal op 20 januari. Ze hebben weer de rommelmarkt op de Njodder op 12 juni. En hun hoofddames zijn Luna en Lona. De wagen is een klein beetje te breed, maar dat is waar. Ze kraken er overal wel door. Camille met dikke provincia uit Hoesel, het E-team Hoeselte! En alles moet eruit, zeggen ze dan. Ja, 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 ja. CW, het E-team of het 8-team uit Hoeselte ontstaan uit een 2 meter band. Zend amateurvereniging. Elke jaar een nieuwe wagen. Elke jaar aanwezig met jeugdige kinderen en jeugdige mensen. Uiteraard zijn dat doen ze graag. Ze schikken niet terug voor een toet in Zaventem. Ze schikken ook niet terug voor een stoet in Lombardseide. Ze zijn gesticht in 1992. Dat betekent 30 jaar dat ze carnaval vieren. Met hun voorzitter Tony. En dat heeft hun zend Marleentje erbij. Een leuke en gezellige bende die we kennen van het Slagerfeest op 14 mei. En dat gaat allemaal door in Hechtel. Welkom in Heusenzolder. Dit is carnaval de hele in Boske. Michel. Dat zijn we nu, hè? Mag ik iets zeggen, Michel?
als ze muziek afzetten. Dat is goed, joh. Als ze niet. We gaan richting Balen. Normaal organiseren ze jaarlijks de eerste stutse in onze contraille. Dat is uiteraard een must voor onze mensen van de bierzussen. En ze hebben meegebracht prinses Bianca. Ja, ja, ze hebben meegebracht de Narin Valerie. Al 50 jaar carnaval in Balen vieren ze. En 28 jaar bierzussen. Het is bekend uiteraard van de verhuur van hun wagens. En Michel als de grote en coördinator van al dit gebeuren met zijn dikke vrienden. Met veel plezier namens ze uiteraard, mag ik wel zeggen, namens de Slamridders. De dikke merci, bedankt voor de aanwezigheid. Bierfus, de bierzussen op zee. Carnavalvereniging, de bierzussen uit Balen. Dankjewel Jean-Paul, Slamridders, dankjewel. We moeten terug. En dit zijn de mensen van Borgloon. Dit is af, dit is leuk. Elk jaar hebben ze zo'n prachtige wagen. Voorzitter Corina, ze moet vier zijn op die lurken en vijgen bende. Ze bestaan al 17 jaar, dames en heren. 15 stoeten per jaar. En thema is dit jaar prinsen en prinsessen. En het is een primeur eigenlijk, want het is de derde stoet nog maar in Limburg dat ze meegaan. Dat is altijd leuk meegenomen. En jaarlijks natuurlijk organiseert ook een trek-en-trek, altijd voor het goede doel. Geco Agri is de man achter dit gebeuren. En Corina, en voor jouw lieve bende en je lieve dames en heren op die wagen. Het is nog niet de laatste stoet, want je gaat Diepenbeek nog doen. Je gaat Balen ook nog doen, heb ik me laten vertellen. Maar vier dat je hier uiteraard weer in Heuze Zolder met de bende aanwezig bent. Ze zijn uit Borgloon afkomstig, dames en heren. En voor deze prachtige wagen geeft ze een daverend applaus. Dit zijn de feestbeesten! Dikke dankjewel, schattige. En zoals gezegd ben ik terecht heel fier op deze groep, de Facebase Borgloon. En we gaan er nog drie doen, want Bella is er ook bij. Ah wel, 14 augustus, ja, okay, wordt een zomerstuk. Ja, 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 ja. Dus, we hebben super al gezeerd, goed weer, dus op naar volgend jaar. Maar gaaf! Dankjewel, Facebase! Dankjewel, Geert! Geertje! De Duitse grens, deze feestbeesten. De wagen van volgend jaar is al klaar. En zij gaan deze gewoon daar halen en dan brengen ze deze wagen terug. En dan wordt op deze wagen, dit onderbestel, weer een nieuwe wagen gebouwd. Door de mensen van Domendul, dus de haarsjes, de shawarma, zoals ze heten, in Delmisch, ofwel La Calamine, aan de Duitse grenzen. We gaan naar deze prachtige wagen toe. Dat is een wagen met heel wat hooglustigheden. We hebben daar vorstin Natasja op staan uit Lommel. Ja, ja, ze is al 3 jaar achterin prinses geweest in Lommel. En dan krijgt ze de naam vorstin Prins Poeze uit Oostende. We hebben prinses Natasja, zo zit het, uit West-Vlaanderen, 2005. Prins Stefan uit West-Vlaanderen, 2009. We hebben met prinses Wendy uit 2013, dames en heren. We hebben mensen van Wetteren. En onze Freddy staat erop. We hebben mensen die een vereniging gesticht hebben, met name de Spekkenvrienden, zo heten ze. Gesticht eigenlijk in Bredene. We zijn naar het kampje van de kusten. En dan hier afgezakt. En André is ex-prins van Heuze Zolder geweest, dames en heren. Bij de Spekken met een Arte. Blij dat ze hier aanwezig zijn, maar niet te vergeten onze keizer Roger, die ook op deze wagen staat. Bij deze, hier zijn de Spekkenvrienden. Hier in Heuze Zolder, dankjewel, hooglust. Mensen uit West-Vlaanderen, jot, 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 jot. Kierneke weer eens ook zeggen, Kierneke weer, hè. Hij is Sabatonon, joh, dat is Sabatonon, oké. Okay. En dan gaan de ballon. Even opletten, dit wordt een spektakel hier. Dit wordt een spektakel. Hou je klaar voor de ballonnen? Trek nu! Hallo! André! 30 jaar was er niks te beleven in Geetbets en in Rummen op gebied van carnaval. Al jaren zat hij met een idee in zijn kop, zouden we eens niet een carnavalgroep gaan oprichten
En toen kwam Wendy. Je maakt hem nog zotter, zou ik zeggen, dames en heren. En dan begonnen ze een leuke carnavalvereniging te stichten. Als DJ KNR-raad weer bekend. Ze zijn hier Prins Chris de Eerste en Prinses Wendy de Eerste. Ze organiseerden de kerstmisstoet altijd in Rubbe. En een carnavalstoet organiseren ze altijd in Geet Bets. Volgend jaar is de carnavalstoet op 2 april. En ze organiseren jaarlijks een prachtige vedettenparade. Met heel veel bekende vedetten. En dat is op 3 september. 30 jaar was er geen carnaval daar in de streek. Maar toch vier dat ik ze mag aankondigen. Hier in deze prachtige stoet bij de Slamridders. Dit zijn uit Rubbe Geet Bets, dames en heren. De Fruitfretters! We gaan naar de apotheose van onze prinses, dames en heren, naar hoogname. Maar eerst gaan we nog kijken naar twee prachtige praalwagens die hier aan voorbij komen. En dan komt zij eraan met heel haar wenden. En dat wordt een karamellenregen hier, neem maar van mij aan. De stoet en heuse zolder bij de Slamridders. En dat is een vereniging gesticht in 1993, al 27 jaar bestaan ze. En dat is dit jaar 2022, is dat 60 jaar carnaval in het Demenstadje Pilsen. Onder het motto, Pilsen leven voor de laag neppertrein, dat is het leven een klein beetje. Ze hebben hun hooglustigheid meegebracht voor het Demenstadje. En daar staat hij bovenop deze praalwagen, de 50ste prins van Pilsen. Dit is Prins Aladdin I, met zijn gevolgen. En ze hebben geen stoet gehad in Pilsen, maar ze vieren wel nog leuk carnaval. Dit is uit Pilsen en laten we hopen dat volgend jaar wel stoet is voor zijn hooglustigheid Aladdin I. Hier is de stadsraad van Pilsen. Dank u wel. Stadsraad Pilsen, bedankt heus te veel voor de Slamridders, omdat wij morgen vandaag aan jullie stoet deelnemen. Vrienden en onze volk, zeggen driemaal, alaaf, alaaf, Slamridders, alaaf. Dankjewel stadsraad, zijn Doezen de Gritte. En ze hebben daar een nieuwe burgemeester, heb ik me laten vertellen. Dus ik ben benieuwd of hij iets meer met carnaval gaat doen volgende jaar. Franse familie laat zien dat ook een familie kan carnaval vieren met sympathieke mensen. We kennen hem uiteraard als onze goede vriend Glenn en is dit jaar de vijfde nar van Lommel. En ziet daar eens bij hem staan. Zijn kleine nar, een kleine nar Erikke, onze Lopke en jeugdprinses Ilke. De familie Willekes moet ik zeggen, van Lommel, maar ze zijn eigenlijk van Balen afkomstig. Elk jaar kiezen zij de Lommelse nar. Een dikke proficiat, sowieso al Glenn, voor het werk wat je hebt geleverd. Bedankt voor het geluid hier op het podium natuurlijk. Hier zijn uit Balen Lommel de Rakkers! De dame die het voor het zeggen heeft, die het gemeentebestuur opzij heeft gezet, was dat goed? Hoe bedoel je goed? Goed. Was dat goed? Goed of niet goed? Ja, dat was goed. Goed. Alles wat goed zit hier goed, zou ik dat zeggen. Maar zij heeft de taak op haar genomen. De sleutel van het heuse zolder heeft zij ontvangen. Zij is degene die hier regeert, dames en heren, van dit carnavalesdorp hier in heuse zolder. Zij is de dame die uiteraard eindelijk haar carnavalstoet heeft. De Slamridders, dit is de mensen die deze stoet hebben georganiseerd. En dat is uiteraard de moeite waard, dat was geweldig.
Je kent van de vroegshoppen, daar gaan we aan meedoen en uiteraard een stoetje. Daar staat ze, samen met haar hofdame, dames en heren. Hier staat ze, dat is hofdame Lisbeth. Maar heel belangrijk, dames en heren, onze hooglustigheid, prinses Anne de Eerste! De Schramrikkers van Huizen Zolder! En een vierde voorzitter, onze Tini! Laat hem maar uitkomen, laat hem maar knallen! Laat zien dat ze Schramrikkers kunnen knallen! Hare, hopla! Alles moet eruit, de ballen, de bloemen, karmellen, waffels. Alles eruit! Prinses Anne en ons hofdame Lisbeth er heel veel van genoten hebben. Dank u wel voor zo'n fantastische stoet. We gaan er zelfs weer binnen in de tent een lot opgeven. En ook een zeker en vast een ballenworp doen. Dus allemaal de tent in. Dank u wel. Dank u wel, Timmy. En je weet het, afspraak volgt het thuis. De politie, de brandweer, met dikke merci. Maar ook aan jullie, dames en heren, die honderden vrijwilligers die een steentje hebben bijgedragen tot het welslagen van deze prachtige carnavalstoet. Niet alleen de dames en heren, de bezoekers, de carnavalisten, die duizenden karamellenrapers hier in Heuzenzolder. Een dikke merci namens de Schramrikkers en namens uiteraard Heuzenzolder zelf. Ik heb graag een afspraak met jullie voor volgend jaar. Dat wordt dan de 42e editie en ik zeg het nogmaals, op 16 april. Dankjewel, Schramrikkers, voor de prestatie. En dankjewel, inwoners en buiten, of en niet van buiten Heuzenzolder. Maar een dikke merci en graag tot volgend jaar! Ook nog een dikke merci aan onze presentator vandaag, John-Paul Klinkers. En een heel bijzonder onze chauffeur, Benny Tielis. Dankjewel. En straks afspraak in de feesttent, dames en heren, want daar gaat het feest verder. Goed. Dames en heren, als...